hetzelfde. En dan moet ik al gewoon uit. Wij hebben er heel veel zin in, hoor, Jamai. Nou, ik heb zo overgegeven, dat heb ik nog nooit gedaan. Meen je dat nou? Ik ruik het wel een beetje. Of is het je karakter wat ik ruik? Nou, ik denk dat het je oorbellen zijn, denk ik. En dan moet Samantha er met de vieze takken vanaf blijven. Je stinkt alleen een beetje zuur, maar... Oh, ik heb een scheet gelaten. Oh, nee. Als hij goed geurt, dan worden de mensen daar niet blij van. Ik had toch liever een bekeuring, is dat ik naar het parkeergarage ga. Nou jongens, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Het waren natuurlijk de repetities met Holland Sint Haarsens, maar ook natuurlijk de concerten Holland Sint Haarsens. We hebben er twee gedaan. Het is ongelooflijk leuk, met collega's, alles erop en eraan. Fantastische band, goede organisatie, leuke mensen en ik hoop dat jullie ervan genieten. De voorbereidingen en natuurlijk wat stukjes van de show. Nou, we hebben er deze week weer twee, dus dat wordt hartstikke spannend en superleuk. Dus ik hoop dat jullie ervan genieten. En voor... We zijn in Utrecht, we gaan zo repeteren voor Holland Sint Haarsens. Er zijn heel veel collega-artiesten. En er zijn ook liedjes die ik absoluut niet ken. Dus die moet ik nog even instuderen. Maar goed, wanneer ik dat ga doen, denk van de week even. Komt helemaal goed. Leuk, hè? Allemaal bekende gezichten, wat gezellig. Ja, dames en heren, er wordt hier hard gewerkt. Het is niet zomaar iets. Nou, het is wel iets voor de avond. 7 kilo. Nou, knap hoor. Wel een gevecht, hoor. Erg, hè? Hallo, dames. Hallo. Kijk, ik ben gelijk op de lach. Het is niet te geloven. Hallo. Hoi, jij. Oh, ja. Hallo. Jij is wel een gegeven. De enige echte André Haarsens. Kijk eens, dat is goed. Nou, dat hebben we wel. We gaan naar huis, Wien. Ik zou dan mijn tijd voor willen geven. Je kunt me niet opgooien in mijn leven. Het is misschien maar wel wat ik zou willen. Alleen voor jou wil ik mijn tijd verspillen. Samen met de eeuwige droomland. Dit zing jij toch? Nee, hetzelfde. Ja. Ik kan het echt wel. Ik heb voor deze het gewerkt. Die neus had ik al, dus... Ik kan het niet. En dan moet ik al gewoon uit. Ja en nee, we hebben sowieso ongelooflijk veel zin in. Het is altijd weer een eer als je gevraagd wordt. Maar de grap is altijd, als ik dan denk dat ik een liedje heel makkelijk kan, al 100 keer Hofrazers, dan valt het me tegen. Dat is dan precies het met de moeilijke liedjes, dan valt het me. En of dat nou aan het orkest ligt, of aan mezelf, of aan me. Je zingt ook altijd met een bekend nummer de refreinen mee. Het coupletten, dat is dan vaak half-half. En nu hadden we met het menen, dat het liedje heb ik al 100 keer gezongen. En in één keer dat moet nou even goed erbij blijven. Ja, dat is... Gek is dat? Ja, nee, dat heb ik precies hetzelfde. Ja, ja wat gaan jullie zingen? Heel veel. Ja, wat zingen wij samen? Jee, wij zingen zomer in een bol, een volare. Jij zingt... Rio Carnaval, Blijf bij mij, Droomland. Ja. Terug naar de kust, Maak me gek, Shangri-La, Liefde op eerste gezicht. Sorry, ik zat even in mijn Jolie eigen... Zingt Jolie. Nee, het is veel, maar leuk. Ja. En Blijf bij mij heb je natuurlijk ook. Oh ja, Blijf bij mij doen we ook. Nee, maar het is prachtig. Kijk, het repertoire is van 88, dus iedereen kan er meedoen. En als je dit jaar niet komt, kom je volgend jaar. Ja, ja. En voor de rest, hoe dat allemaal afloopt, we gaan het gewoon zien. Maar wij hebben er heel veel zin in, hoor, Jamai. Kijk, ik denk ook niet. Moet je smile bij. Top. Een steentje nog. Ja, netjes. Super, oh, dat was hem. Je bent te laat. Oh, hey. De Brussel open. Nee, dat is niet waar. Het is wel waar. Doei. Is dat alles? Ja, ja, ja. Oh. Doei. Doei. Groetjes, bedankt. Hoi. Oh, moet ik weer in die varkenstal mee? Ja, zitten. Oh. Hoe is het? Nou, niet zo goed. Oh, wat dan? Ik heb helemaal niet geslapen. Overgegeven. Is ziek?
Ja. En die reed heel erg. En nou, ik heb het zo overgegeven, dat heb ik nog nooit gedaan. Meen je dat nou? Ik spuug nooit, ik moet nooit spugen. Ik ruik het wel een beetje inderdaad. Oké, dat kan niet. Beetje zuurig. Of is het je karakter wat ik ruik? Nou, ik denk dat het je oorbellen zijn, denk ik. Hé, hey, goeiedag. Hallo. Hallo. Hoe is het, schat? Hallo. Jij mag hier. Dat is wakker worden nog. Gerrit, jij mag hier. Oh, hier. Oh, Gerrit, jij hebt niet. Wat leuk. Een beetje zo. Ja. Ook dit gewoon. Moet nog altijd een beetje bijkomen. Oh, lekker warm hier. Wat leuk. Leuk, hè? Dit was de eerste LP die ik kocht van André Hazes. Jeetje mina, was ik 17 of 18? Waar blijft de tijd? Lieve Gerard, wat fijn dat je een vriend bent van onze shows. Wij zijn erg gek op jou. Heel veel liefs, Team Hazes. Nou, dat is toch ook een leuke binnenkomen. Eén. Shirt te proberen? Nee hoor, dit is goed, ik zie het meteen. Oké. Ik voel maar ietsje trek op mijn bovenarm. Wat? Ja, wat zei jij dat die afvallen nou, zo ja, erg? Nee, ja echt, want dit merk valt heel klein en dit, ja, fantastisch Ger. Ziet er fantastisch goed uit. Doe je dit ook nog passen? Ja. Nee, dat jasje vind ik... Ja, doe nog even één keertje. Voor het dit jasje nu. En dan moet zijn mantel er met de vieze takken vanaf blijven. Ja, dus... Bij een klein ding. Dus dat is een maat L. Ja. Dan moet je beneden aan te glijden. Ja. Kijk, daar ben je zo'n leuk kaartje. Je mag hem om als je wil. Dat vind ik wel leuk. Gasten, mag ik mijn broer? Dit is wel geinig. Ben je wel al een beetje warm? Ja, maar niet. Het is helemaal zo leuk. Weet je dat potsen hoor. Ja, dat is wel een goed uit, mooi. Ja, je stinkt alleen een beetje zuur, maar goed. Ja, ik heb ook een ik ga zingen Blijf bij mij, Droomland, Ik meen het, wat doen we nog met Bonacera Señorita, doen we ook nog, Volare, en dan doe ik ook nog een stukje Zo heb ik het nooit bedoeld, en zondag om een uur of jezus wat doe ik veel. Ja, nou we zitten een kwartiertje voor de show en we gaan, ik zit nu in de kleedkamer, de hele dag gerepeteerd vanaf vanmorgen 10:45, dus als jullie weten, heb ik de hele nacht niet geslapen, alleen maar overgegeven naar het diarree. Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb, ik weet alleen niet wat. Dus ik voel me nou niet op en top fit, maar ik denk wel dat ik er doorheen kom vanavond. Repetities gingen goed, dus ik zat er wel een beetje moe uitzien, maar dat is dan jammer. Hey, en het gaat straks live, hè? Gelijk, Videoland. Dus ik ga niet zoveel op je autoview kijken met eerste nummer, maar ik ken dat niet uit mijn hoofd. Veel plezier, schat. Dankjewel, liefie. Maar ja, moet je toch weer te doen. Het staat een beetje stommetje gelijk in de opening al. Ja, ik heb een beetje verschillen. Mooi jasje heb je aan. Ja, ik moet er erg aan werken. Ik vind het erg overdreven, dit. Overdreven? Ja. Oh,
Hoe ging de eerste show, Gerard? Ja, ik zat top. Ik zong goed. Band was goed. Publiek was top. Ja, wat wil je nog meer? Op een gegeven moment... Nee, ik vond het geweldig. Maar ik ben buiten zodat ik lekker naar huis ga. Want ik heb vannacht geen ogen dicht gedaan. En ik ga heerlijk pitten. Even een lange nacht maken. Even proberen die walletjes een beetje weg te werken. Wat natuurlijk nooit meer gebeurt. Maar wat zie je hier ook. Oh, maar bij het laatste nummer was je opeens weg. Ja, ik wist... Ik had dat helemaal het nummertje niet gerepeteerd. Ik had de finale gerepeteerd tot het laatste rondje. En met het andere nummer, met alle artiesten. En toen ben ik eigenlijk gewoon naar beneden gegaan, naar mijn kleedkamer. Ik vond het gek dat er iemand achter me aanliep en bijliep. Maar het bleek nog een liedje achteraan te komen. Nee. Oh, ik heb een scheet gelaten. Oh nee. Heerlijk. Jezus. Daar kan niemand ruiken. Hé, hoe gaan we nou dat niet doen? Je beurt echt. Ja, niet te geloven. Hey, hey, jongens, fijn, het was leuk even die lift, hè? Ja, was gezellig. Schijt ze er gewoon uit. Een kleine poeperetje is gelaten. En dan, als hij goed geurt, dan worden de mensen daar niet blij van. Ik word er ook niet blij van. Ik hou niet van parkeergarages. Vreselijk. Ik had toch liever een bekeuring dan dat ik naar een parkeergarage ga. Zet ik wel lekker voor de deur neer. Heel chic. Ach jongens, wat een avond hè. Die wie nog maar met al die tassen dragen. Ja. Ja. En jij gewoon niet. Nee, maar jij, je bent manager of niet. Ik heb natuurlijk helemaal de blubber gewerkt vandaag. Kijk, ik zou er bijvoorbeeld sowieso een auto instappen, want ik weet mijn nummerbord niet. En ik weet dat ik niet bij auto, dat het lichtje nu zie branden, maar helemaal niets meer. Ik mij volg op Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter, natuurlijk TikTok. En ik zou zeggen, laat wat achter wat je ervan vindt. Geertje vindt dat natuurlijk altijd hartstikke leuk. Nou, bedankt voor het kijken en de moeite. Ik wens jullie een hartstikke fijne week. Geniet ervan en de groetjes van Geert. Doei.